mensen, we zijn er weer. De nieuwe pick-up video. En onder andere we hebben natuurlijk weer hele coole dingen. Films, games, alles. Ja. Deze man weet het. Ja. Ik heb weer wat shit te laten zien voor jullie. Zullen we gelijk beginnen? Pokémon White. Pokémon. Ja, zoals jullie weten, in mijn vorige pick-ups, een van die video's die we uit hebben gebracht, zag ik dat ik Pokémon vet vind, en dat vind ik nog steeds. Het is niet veranderd. Het is niet veranderd, dus vandaar. Pokémon White. Yes. Virgin. Okay, ja. Dit is trouwens wel de Amerikaanse hoes, hè? Oh, echt? Oh, ja. Je hebt gelijk. Amerikaanse hoes. Je hebt gelijk ook. Dus let op jongens, als je Amerikaanse games wil, de zwarte hoes. Ja. Europees is gewoon... Ja, je hebt gelijk ook. Jezus. Ik ben bang, doet hij het wel? Ja, hij doet het wel. DS is region ja, free, dus dat maakt niet uit. Oké, nou dan... heb ik nog meer shit. Ja? Heb je shit gekocht? Ja, allemaal shit, man. Echt. Niet meer, man. Gewoon... Jezus, wel. Waarom laten we dit eigenlijk zien? Ja, jezus. Nee, want Dragon Ball is geen shit, want Dragon Ball is fucking vet. Zoals jullie weten, ik ben fucking Dragon Ball fan, echt niet normaal. Dus ik zei al, ik moet alleen nog de films hebben van Dragon Ball. En, het is er weer zo eentje. Het is weer zo eentje. Dit is een movie special. Dit gaat over de vader van Goku. Waarschijnlijk hebben heel veel van jullie het al gezien. Ik heb het ook al gezien. Het is een vette film. Een apart verhaal. Dus ja. Ik moet hem in mijn collectie hebben. Een van de vele. Ja, want hier is een andere. Hey. Een andere. Dus ik weet niet welke movie dit is. Misschien is dit... Cooler's Revenge. Ja, in wat is Cooler's. Ja. Dus... Ik ga ook de boer van Frieza. Ik weet niet welke deel dit precies is. Eén van de 20 die er zijn. Nummer 11 of zo. Ja, ik veel. In ieder geval, Cooler's Revenge. Hij gaat wraak nemen op Goku, die Frieza een lesje heeft geleerd. En, Hij denkt, ik pak hem terug. Ja. Eens, maar hij denkt dat hij wat gaat gebeuren. Ja, dus ook blij mee. Want dat brengt me weer een stukje dichterbij bij een complete collectie van Dragon Ball. En nu komen een paar dingen waar de meeste van jullie gaan denken, what the fuck, ah, knees, loser. Dit is mijn guilty pleasure. En dat is Glee. Oké, lach me maar uit. Ja, oké. Nou. Glee, ja, ik ben het gaan kijken samen met mijn vriendin, een paar jaar terug, en sindsdien doen we dat altijd samen Glee kijken, en ja. Ja, dan ben je bij seizoen 5, ja, zomaar. Ja, zo. ja, dus dat zijn alweer 5 jaar of zo. Alles, echt alles wat je van Glee wil weten, moet je deze man mee. Ja, dus... Hij weet... Alles voor jullie Gleeks daar zo, die stiekem ook nog fan zijn van Glee. Laten we even wel praten over onze favoriete muziek en characters. Ja, wat het beste liedje is. Precies. Dus je kan me daar altijd een comment achterlaten. Opbellen, maakt niet uit. Dus Gleeks, we spreken elkaar, ja? Oké, nou, Ik zei dat ik inderdaad guilty pleasure had. Guilty pleasure had. In ieder geval, dit is geen guilty. Dit is geen pleasure voor mij. Deze heb ik gewoon een eurotje per stuk meegenomen. Ah, oh, man. Ik heb deze ook nog niet. Ja, serieus. Ik was stiekem ook al. Dus ik dacht van, weet je. Viva Pina. Why the fuck not? Gewoon doen. Ik heb ze meegenomen en weet je, als ik een keer gewoon in een bui ben van fuck it. Ik ga Viva Pina dat spelen. Ja, even kijken. Weet je, het zijn best wel early games van de 360. Ja, man. En even kijken. De artstijl, dat is
voor mij de reden om die games te spelen, omdat de artstijl gewoon een lach is. Ja, inderdaad, het ziet er wel grappig uit, weet je, en ik wil gewoon kijken van als ik er nog wel enig lol mee kan hebben, dus we gaan het zien, ooit. Op een dag, misschien moet ik dood voor jou. Ja. Nou, dat waren de guilty pleasure items, maar nu komt er wel betere dingen, hoop ik. Hoop ik. Hij weet nog niet wat hij heeft. Nou, in ieder geval deze. Oeh, Mortal Kombat. Mortal Kombat 1 en 2. Dus dit is een steel case. Ja, en het zijn twee delen. Dus je krijgt ook echt twee films. Ja. Dus ja, ik heb deze, deze van mijn broer gehad. Fuck it out van hem. Dus bro, thanks. En Mortal Kombat, ja. Kom op, wie houdt er niet van Mortal Kombat? Ja, wie kent het niet, wie houdt er niet van? Kijk, weet je, deel 1 van Mortal Kombat vond ik best vet. Ja? Ja, ik vond deel 1 vond ik best vet. Deel 2 was een ander verhaal. Maar ook wel vermakelijk, weet je? Ja, precies. Maar wat ze nu moeten doen, ze moeten gewoon nu met een nieuwe Mortal Kombat komen. Gewoon echt today's graphics. Ja, fuck me lauw, hoe gruwelijk wordt dat? Die films zijn allemaal oud. Ja, inderdaad. Kom op, hey, word wakker. We willen een nieuwe. Mortal Kombat film. Oké, volgende item. Dat is... SNK versus Capcom. SVS. Oh nee, SVC Chaos. Ja. Ik weet niet waar dat voor staat, maar... Ik weet het niet. Het is allemaal chaotisch allemaal. Dus, ja, chaos. iedereen kent Capcom, dus ja, Ryu, Ken, Chun-Li, al die vette characters, tegen SNK, maar die SNK heb ik nog nooit gespeeld. Ik ken geen enkel character van die reeks. Ja, weet je, SNK is gewoon die, dat zijn gewoon die arcade games, zeg maar. Okay. Veel arcadekasten zoals King of Fighters en zo. Ja. Dus je zal waarschijnlijk die characters kunnen choosen, zeg maar. Okay. En dan van Street Fighter voornamelijk, denk ik. En die Street Fighter die daagt echt iedereen uit, hè? Ja, joh. Ja, Tekken, ga je stoer doen, kom vechten dan! kom vechten dan! Ja, binnenkort gaan ze Mortal Kombat uitdagen, let maar op. Ja, dat zou me niks verbazen. Ja, inderdaad. Precies. Ze hebben Marvel uitgedaagd. Hey. Ja, die Street Fighter doet stoer tegen iedereen. Kijk, daar gaan ze ons ook uit. Shit, precies. Oké, we hebben nog een game. Tony Hawk, Proving Ground. Ik ben best wel fan van skatespelletjes. Ik vind het vet. Ik heb ook zelf een poging gedaan om een skater te worden. Keihard gefaald. Dus, al door die spellen, hè? Dat je denkt dat je meteen kan skaten. Ja. Dus, uiteindelijk, ik bak er niks van. Dus, ik hield het maar gewoon gamen. Ja, man. Daar was ik wel gewoon goed in. En, Ik heb Proving Grounds volgens mij op de DS gespeeld. Maar ja, dat is niet echt vergelijkbaar. Ja. Maar, sindsdien speel ik Tony ook nooit meer. dus ik weet niet als deze moet starten dan. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van, weet je. Ik ben overgestapt op skate. Inderdaad, die heb ik ook doodgespeeld. Ik heb al te veel Tony Hawk games gedaan en weet je. Ik heb ook heel veel Tony Hawk gedaan en toen was ik ook overgestapt naar skate. Maar op een gegeven moment was die Tony Hawk een beetje gestopt. Toen kwamen ze met die lompe bord, weet je, dat soort dingen. Ja. Dus Tony nieuw shit uitproberen, maar het is toch een beetje dood gegaan. Ja, precies. Maar het is wel lachspel hoor, sowieso. Ik ga mijn laf proberen. Precies. En wat ik ook zeker ga spelen is deze laatste spel die ik hier heb. En dat is Mega Drive Collection. Ja man. En Sega. En welke spellen zitten erbij? Nou, hier op de voorkant zie je al Sonic, dus die zit er sowieso bij. Je krijgt... Collectie. Sonic the Hedgehog, Fantasy Star 2, RPG 2, 3 en 5. En 5, oké. Ja, en dus Echo the Dolphin, Alex Kidd in The Enchanted Castle. Alright, Alex Kidd. Ja, Bonanza Bros. Bonanza Bros. Bonanza Bros, oké. Kid Chameleon,
Flicky. Gain Ground. Super Thunder Blade. Sword of Vermilion. Okay. Vector Man 1 en 2. En many more. Dus ja. Wat wil je nog meer? En many more. Ja, ik zie hier ook nog Comics Zone. Ja. Columns. Ristar. Future Fighter 2. Okay. Altered Beast. Oh, dat is een blauwe spel hoor. Ja, weet ik. Golden Axe 1. Hey. Hey, goede spellen man. Nou, deze gast toch van Shinobi, dus die zit er ook bij. Sowieso. Nou, 27 games zit erbij, dus. 1 disc. Gruwelijk, dus echt fucking vet. Ik ben er echt blij mee. Als je niet al die retro games hebt, koop gewoon die compilatie discs. Dan kun je gewoon alles spelen wat je niet hebt kunnen spelen. Ja. En het is gewoon nice, hè. Zeker! Dus mijn collectie is weer lekker opgekrikt. Twee Dragon Ball films erbij. Moeten er nog. Toch nog wel een paar. Ja? Ja, ik moet zeker nog wel, denk ik, 6 of zo. Oh shit. Wie weet, in de volgende pick-up ook weer een paar. Wie weet. Dus, like de video. Deel de video. Subscribe to de video. Dus ja, niet vergeten. Niet vergeten, volg ons op Twitter. We hebben alles. We hebben alles voor jullie. Dus als je het leuk vond, als je het vindt leuk van. Laat ons weten. Laat ons weten. En we hebben nog veel meer. Dus ja, check het even uit. Blijf ons volgen. Ja. Zie jullie in de volgende video. Later.